Hallo en welkom bij een nieuwe video van ToDesign. Ik ben Niels en in deze video ga ik je vertellen hoe je onderdelen zoals hout of metalen platen klaar kunt maken voor een lasersnijder of een houtsnijder. Nou, dus eigenlijk als voorbeeld pak ik dit bierkratje wat ik ontworpen heb als een project. En we willen bijvoorbeeld deze onderdelen, de houten onderdelen, zoals hier te zien, die willen we gaan lasersnijden bijvoorbeeld. Nou, dan kunnen we de onderdelen het beste keer in assembly staan. Die zou je eerst even los in een part kunnen openen. Dan zal ik even laten zien wat ik bedoel. Nou, je opent een part. Nou, als voorbeeld gebruiken we even het handvat. Die oriënteren we even goed. Het is belangrijk dat je deze oriëntatie goed bepaalt van tevoren. Want dit bepaalt ook eigenlijk de soort van de view van hoe je part eigenlijk in de tekening zal gaan zitten. Dus we kiezen even de gewenste bovenaanzicht. Want deze snijder is natuurlijk een 2D apparaat, dus die gebruikt alleen tweedimensionale vormen. Nou, als we de parts hebben zoals we willen, dan kiezen we naar File, Save As. En dan kunnen we hier kiezen voor een vorm die DXF heet. Een DXF bestand is eigenlijk het bestand dat CAD-machines en CAM-machines kunnen lezen voor 2D functies. Dus we kiezen hier DXF en slaan de part op. Dan komen wij in een nieuw scherm en die laat ons eigenlijk zien wat we allemaal willen verwerken in ons DXF bestand. Meestal gebruik je annotation views of face loops, edges, daar kun je voor selecteren. Eigenlijk annotation views is altijd het beste. Maar dan kun je hier natuurlijk voor een aantal functies kiezen hoe die de DXF wil maken. Nou, omdat hij dan op current staat, heb ik eigenlijk gekozen om van tevoren al de oriëntatie te bepalen met spatiebalken en te klikken op het geselecteerde vak. En eigenlijk als we nu het bestand goedkeuren, dan krijgen we meteen een voorbeeld van hoe de functie, hoe het eruit komt zien in een DXF bestand. En kijk, dit is eigenlijk een 2D model van hoe het in het programma eruit zou zien. En dit zijn eigenlijk de lijnen die dan de snijder gaat volgen. In het programma zelf kun je dan nog kiezen of dat dit snijlijnen zijn, of dat het gegraveerd moet worden of gebrand, afhankelijk van de toepassing waarvoor je het wil gebruiken. Nou, dan slaan we de DXF bestand op. En nu kun je deze naar een derde partij of bedrijf sturen om te laten maken. Dat kan in elke dikte zijn. Het DXF bestand geeft natuurlijk niet de dikte aan en waar dit bestand nu in is gemaakt. Omdat het natuurlijk geen 3D bestand is, het is een 2D weergave. Dus zorg ook altijd voor dat wanneer je dit naar een tweede partij stuurt, of naar een derde partij stuurt, dat je eigenlijk ook de dikte aangeeft van het materiaal, welk materiaal je gebruikt en wat de bewerking moet zijn. Dan weet je zeker dat het eigenlijk altijd goed komt. Nou, dit is in ieder geval hoe je een losse bestand kunt exporteren als DXF, om het op te laten sturen voor lasersnijden. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt en we zien je in de volgende video.